is het team van het millennium. Welkom bij de compilatie van het team van het millennium. We nemen jullie vandaag mee naar de jongens die 23 jaar geleden RBC nationaal op de kaart heeft gezet. Forza RBC. Hoop je nog op het doelpunt? Nee, daar ga ik niet van uit. Als je maar vet weer van het veld af gaat zo meteen, zonder een blessure. Nee, maar dat heeft totaal geen zin om hier te denken van, dat er nog enige prestige in die wedstrijd zit. Dus gewoon een bal naar elkaar spelen en misschien dat ze ons toelaten om te scoren. Maar anders ben je gewoon minder natuurlijk. Wij zijn de jongste is denk ik 45 of zo. Denk Jurgen Roeken. En John is 59 denk ik, ja. Dus ja, dat is geen partij. En nou, de wedstrijd, wat gaat de avond nog brengen? Heb je een idee? Nou, Mark Swinkels die appte mij vanmorgen of ik mee wilde rijden. Dus dan mag ik een keer bier drinken. Bij Cluzona moet ik altijd alcoholvrij. Dus ik kan nou wat bier drinken. Maar morgen moet ik weer vroeg werken. Dus, maar ik blijf van leven hangen. Het wordt sowieso een avond om nooit te vergeten, denk ik. Dat hoop ik wel. Ja, het is ook een beetje voor jullie, hè. Dankjewel. Dankjewel. Is het om weer terug te zijn bij de club waarmee je de Eredivisie hebt gehaald? Ja, twee keer zelfs. Leuk. Heel erg leuk. Nee, wat het bijzonder maakt is dat ik... Jongens die 22, 23 jaar niet gesproken of gezien hebt, sommigen, waar je iets bijzonders mee beleeft, dat je die vandaag weer tegenkomt. En dat dan de kleedkamer instappen en of het gisteren was. Ja, dat maakt het wel echt heel mooi. Ja. Hans belde en toen zei je meteen ja op dit project? Nou, het was zelfs mijn eigen idee. We stonden hier na de wedstrijd tegen Eindhoven vorig jaar. En samen met de huidige voorzitter, daar stond Hans bij. En toen hadden we het over het feit van het team van het millennium. Ik zei, nou, eigenlijk zou het wel mooi zijn om dat team bij elkaar te brengen. En zo is het gelopen. Ik moet zeggen, Hans heeft daar zeker alle credits verdiend. Hoeveel werk hij daarin gestopt heeft. Met het bestuur van RBC ook. Hè, want het is gewoon mooi om de club te helpen op deze manier. En een prachtig eerbetoon aan deze gast. Heeft het lang geduurd om iedereen bij elkaar te krijgen? Nee, absoluut niet. Het was een telefoontje en iedereen, ja, we zijn erbij. Er zijn natuurlijk ook een aantal jongens bij die elkaar helemaal niet kennen. Hè? Want Jurgen Belper bijvoorbeeld brak zijn been natuurlijk in de winterstop. Rob Penders ging weg, kwamen weer andere jongens terug. Dus er zijn best jongens die niet bij elkaar gevoetbald hebben. Dat maakt Geert en Ouders erbij. Waarom is die er eigenlijk bij? Want die was er helemaal niet bij in dat jaar. We liepen tegen het feit aan, dat zullen we zo ook zien, best een aantal jongens waren die niet helemaal topfit meer waren. En vandaar dat we een extra... We hebben Henk Vos ook gevraagd om te kijken, die kon niet. Maar Erik Hellemans bijvoorbeeld kan helemaal niet spelen. En van Geert weten we, die is en fit en heeft hier ruim voldoende wedstrijden gespeeld om dit mee te kunnen maken. Wat wordt het voor een avond, deze wedstrijd? Een eerbetoon aan deze spelers, denk ik. Weet je, er komen 2000 mensen op af, heb ik begrepen. Misschien wel meer. Dat zit niet bij iedere eerste divisieclub tegenwoordig meer. Dus ja, dan weet je wat dit betekend heeft in Roosendaal. In ieder geval heel veel succes vanavond en we zien je voor de rest van de avond nog wel een keertje, denk ik. Dankjewel. Succes, man. Geert, jij hoorde niet bij het team, maar je bent wel opgetrommeld voor vanavond. Ik ben opgetrommeld voor vanavond, ja. Ze hadden nog wat fitte mensen nodig. En, dat besefte ik later pas, ik was tegenstander van de RBC in die wedstrijd dat ze promoveerden. Dat besefte ik later pas, dat was wel grappig. Je hebt het mede mogelijk gemaakt dat RBC in de Eredivisie is beland uiteindelijk. Zo moet je het een beetje zien, denk ik. Nou, in het seizoen daarvoor hebben we twee keer tegen elkaar gespeeld. Volgens mij speelden we 3-3 op de Luiten. En thuis bij ons misschien een gelijkspel. Bij Excelsior toen, ik weet het niet meer. Maar we waren wel aan elkaar gewaagd. En die 4-1 in de nacompetitie, dat was wel een beetje een gekke uitslag eigenlijk. Blij ben je om hier vanavond toch bij betrokken te zijn? Nee, hartstikke dankbaar ook. Want... sowieso is het leuk om die jongens, een aantal jongens weer te zien waar je eigenlijk geen contact meer mee hebt. Weet je, met Robert heb ik gewoon heel veel contact, dus dat is ook leuk. We zien elkaar ook veel. We komen elkaar ook tegen in de studio. Weet je, dus het is altijd leuk om met oud-collega's
waar je veel mee gevoetbald hebt, nog eens te voetballen. En ik doe dat ook nog bij de Rebellen. Dan is het vaak met collega's waar ik tegen gevoetbald heb. Maar ja, dit soort wedstrijden is altijd leuk. Weet je, je bent voetballers en het leuke is in zo'n wedstrijd, je begrijpt elkaar ook. Voetballers begrijpen elkaar. Dus dan is het leuk om af en toe zo met elkaar te spelen. Wat is het voor een avond voor jou, maar ook voor het hele team? Aan de ene kant voel ik me een gast. Want ik voel me een gast in dit team. Maar aan de andere kant voel ik me natuurlijk ook thuis. Weet je, ik heb 2 jaar geleden heeft de club een fotocollage onthuld hier. Nou, daar sta ik ook tussen. Dus het geeft ook even aan wat de mensen van de club en de supporters van de club van mij vonden. En hoe mensen mij gewaardeerd hebben. Maar ik heb RBC zelf ook altijd als een van mijn leuke periodes in mijn carrière gehad. Dus het is echt wel wederzijds. Dus als ik dan hier het veld in het stadion binnenkom, voelt het ook als thuiskomen. Is het nog als doel voor jou om een doelpunt te maken vanavond tegen de eerste keeper van RBC? Dat is altijd zo. Ja, maar dat is in elke wedstrijd die ik voetbal. Dat verlies je nooit? Nee, of dat nou nu is of met mijn team in Rotterdam. Dat blijft elke wedstrijd zo, ja. Ik heb al heel veel succes gewenst vanavond. Ja, dankjewel. Boy, je bent er ook weer bij vandaag. Hoe is het om hier aanwezig te zijn? Ja, super, super fantastisch. Echt tof opgezet. Ja, gewoon glorietijden die herleven. Ja. We zien dat je een shirt hebt van RBC met Van Gaal achterop. Is dat een kwinkslag naar Martijn toe? Klein beetje. Ook een klein beetje. Het enige shirt is wat extra groot is. Wat sowieso op het andere shirt past. Dus Hans zei tegen mij van wil je de shirt aandoen? Ik zei tuurlijk. Ik zei geef maar. Dus zodoende. Wat is het doel vanavond voor jou? Oude tijden die herleven, weer een beetje genieten van hoe het vroeger was. Heb je vanavond nog een act of wat dan ook? We hebben zometeen een opkomst dingen. Dat gaan de mensen vanzelf zien en we hebben nog een presentatie. Het is eigenlijk gewoon hoe het vroeger was en gewoon de dingen doen die ik altijd deed. Ja, veel bekende gezien die je vroeger ook gepakt hebt met grapjes of wat dan ook? Ik heb aardig wat bekende mensen gezien, vooral oud-spelers allemaal natuurlijk. Ja, het is gewoon net of je weer thuis komt in een warm bad. Iedereen kent elkaar. Hey, hoe is het met jou? Lang niet gezien en dat soort dingen. In ieder geval een succesvolle avond vanavond. En maak dat moois van om de Boy Buffel mascotte te zijn. Gaan we zeker doen. Dankjewel. Succes. Ga je het rustig aan doen vandaag? Ja, dus gaan nog. Ik kijk eerst even lekker vanaf de bank toe. Lekker in het zonnetje hoop ik nog. Maar daarna gaan we rustig hoor. Hoe ben je deze wedstrijd ingegaan? Hoe is het team de wedstrijd ingegaan? Ja, ik weet niet echt wat je moet verwachten. Weet je. Die gasten hebben er zo lang niet gespeeld. Dus we hebben heel erg nu naar het niveau wat ze kunnen halen vandaag. Ik hoorde net Martijn van Galen, die hoopte dat RBC1 wat rustig aan zou doen. Ik heb nog gevraagd, wil je een doelpunt maken? Nou, dat hoeft er niet vanavond. Maar ik heb Geert ten Oude gesproken, die wil heel graag scoren. Ja, graag scoren. Ja, geloof ik ook wel. Hè. Ja, weet eens, wij gaan uiteindelijk sowieso voor de winst. We willen niet verliezen van zulke gasten natuurlijk. Maar we gaan even aankijken hoe dat eruit gaat zien allemaal. Ja. 100% fit? Ik ben 100% fit, ja. Sta je ook in de basis? Nu? Nee, eerste helft Kiep Roy. In de tweede helft dan rouleren we. Zoals met heel het elftal, dan val ik de tweede helft in. Dan succes vanavond. Albert, ze hebben jou niet gevraagd voor vanavond om mee te spelen? Nee, ik ben oud. Ze hadden wel kunnen bellen of niet? We kunnen altijd bellen. Maar ik ben van 96, dus ik heb net niet mee kunnen maken. Nee. Wat voor avond wordt het? Gezellig. Veel oude spelers zien, mensen. Dus, veel bekenden? Ik denk het wel, ja. Ja. Nou, dankjewel in ieder geval. Groet de RBC zonder geweld. RBC.
Mogen we wel vragen? Natuurlijk. Net niet de nul gehouden, denk ik. Net niet. Maar het was een beetje zo'n zwabbelbal. Ja, en dat ligt hier niet mee natuurlijk. Maar desondanks toch gewonnen, hè. En een winnende goal gemaakt. Wat was het voor een wedstrijd? Wat was het voor een avond? Ja, fantastisch dat dit georganiseerd wordt. Sommige jongens 23 jaar niet gezien. Ja, ongekend. Echt alle lof aan de organisatie en met name Hans van den Ende. Die dat tot stand hebben gebracht. Echt fantastisch. En het was een hele warm welkom. Het leek net alsof we die jongens één week geleden gezien hadden. En dit is gewoon 23 jaar geleden. Onwaarschijnlijk. Hoe was het om al die jongens weer terug te zien? Herkende je ze allemaal nog? Ik herkende wel een paar kilootjes meer, maar sommigen dan. Maar het was fantastisch om iedereen weer terug te zien van dat team dat gepromoveerd was. Hoe was Robert Maaskant in de kleedkamp voorafgaand aan de wedstrijd? Kreeg je nog een flinke pep talk? Ja, je weet hoe Robert is. Hè? Die wil altijd winnen, ondanks alles. Nee, het was gewoon echt geweldig. En je ziet de opkomst en de mensen hebben heel veel plezier erin gehad. Ja, goed. En die jongens die hebben ons denk ik laten winnen. Dus dat is ook helemaal prima. Dankjewel in ieder geval. Als allereerste gefeliciteerd met de overwinning. Wat was het voor een avond? Ja, dat was historisch. Nee, is leuk. Echt genoten van minuut 1 tot laatst. En het wordt nog gezelliger ook, denk ik, zometeen. Dus. Hoe was het om iedereen weer terug te zien na 23 jaar? Ja, gewoon bijzonder. Kijk, sommigen zie je nog wel eens, maar het zijn natuurlijk die echt 23 jaar niet hebt gezien. Ja. En dat is eigenlijk of je net vorige week of ze nog hebt gezien. Zo vertrouwd en leuk. Hoe was het voetballen? Ja, dat was lang geleden. En ook lang genoeg. je ziet wel dat iedereen nog wel kan spelen. En, vooral het eerste doelpunt van Gertenhout, dat was een beauty, hè? Dat is geniaal, echt. Blij dat hij erbij was, ondanks dat hij niet uit het jaar van de promotie is. Ja, nou, als je zo goals maakt, dan mag het. wat gaat de avond nog meer brengen? Ja, ik denk een hoop mooie oude anekdotes en mooie verhalen. Ja. Is voor herhaling vatbaar? Wat jou betreft? Ja, van mij wel, ja, zeker. Maar elk jaar is het misschien overdreven, maar over 5 jaar mag het wel weer, hoor. Goed, nou, fijne avond nog. Holé! Klinkt er spontaan, ons NBC zal nooit verloren gaan. Supporters zijn wij heel ons leven. Supporters zijn wij van ons RBC. Wij zullen ons gehoor aan jullie geven. Wat was het voor een avond? Ja, hij is er niet afgelopen, maar hij was geweldig, man. Kent hij nou pas de avond eigenlijk? We hebben ondertussen tijdens de wedstrijd voor de wedstrijd al bij kunnen kletsen. Ik vind het geweldig, moet ik eerlijk zeggen. De jongens na 23 jaar weer te zien. Sommigen zien wat vaker natuurlijk, maar... En ook wel de mensen, de enthousiaste mensen op de tribune. Dat laat wel zien dat de RBC leeft. Dat vind ik mooi. Hoe was het om iedereen weer terug te zien na 23 jaar? Ik neem aan dat je wel een aantal spelers af en toe ziet, maar sommige heb je misschien 23 jaar letterlijk niet gezien. Ja, de meeste kom je heel af en toe nog tegen, sommige wat vaker natuurlijk. Er waren een aantal trainers hier die je regelmatig ziet. Maar sommige, een aantal spelers ook 23 jaar niet gezien. En dan, Brunswijk bijvoorbeeld moest ik even goed kijken, maar dan is het toch weer... Zoals 23 jaar geleden, hè? Dan gaat de tijd snel, zeg maar. Dat is mooi. Dan praat je bij, dan vraag je wat je doet. Wat voor baan ze hebben en wat ze de laatste jaren gedaan hebben. Dat soort dingen, hè? Maar dat was leuk. En dat vond ik, als ik eerlijk ben, ik vond de wedstrijd geweldig. Hè? Maar zelf voetballen is niet meer mijn ding. Nee, echt niet? Nee. Trainen is meer jouw ding? Ik hou van voetbal natuurlijk, maar niet meer om zelf te doen. Dus ik denk dat het in mijn laatste wedstrijd op het gras is geweest. Was er nog kleedkamerhumor?
Dat viel nogal mee. Dat was meer spanning voor de wedstrijd. Nee, dat viel mee. Ongetwijfeld dadelijk wel, ja. Okay. Nou, dankjewel in ieder geval. Nog een fijne avond. Geert, ja, je zei ik wil scoren. Hij zat er meteen prachtig in, hè, van afstand. Ja, dat heb ik voor de wedstrijd tegen jou gezegd, ja. Ja, nee, dat klopt, ja. Ja, ik had de keeper al voor zijn doel zien staan de hele tijd. En bij de eerste mogelijkheid dat ik eigenlijk kon, zat hij er gelijk in. Wat was het voor een avond? Hoe heb je het beleefd op het veld met iedereen? Ik was vooral benieuwd hoe fit iedereen eigenlijk was. Er is niemand omgevallen, heb ik het idee, toch? Ja, Kevin. Hoe kan dat nog? Ja, Kevin, hè, op het laatst daar, die struikelde over de bal. Maar er zijn wel een paar jongens met blessures eraf gegaan. En dat is misschien ook niet gek, weet je, als sommige jongens ook echt niet meer sporten, dan is zo'n wedstrijd, daar vergissen mensen zich dan toch wel in. Kijk, weet je, ik voetbal bijna wekelijks, weet je, dus ik... We hoorden het net van Rob Pendens, die zei dit is waarschijnlijk mijn laatste wedstrijd op veld, trainen is meer mijn ding, dus dat klopt inderdaad wat je zegt. Ja, ik heb Rob geen eens op het veld gezien volgens mij, of althans heel erg kort, volgens mij... Eerste helft heeft erop gestaan, toch? Heel weinig eventjes, ja. Dus volgens mij had hij zijn laatste wedstrijd al gespeeld. Nee, maar ik begrijp ook, weet je, jongens willen ook fit blijven. Hè? Die zijn ook trainer en die staan op het veld. En die willen ook fit blijven. Dus, maar het leuke is, weet je, dat iedereen ook weer even met elkaar gevoetbald heeft. En dat als je kijkt op de mensen die komen vandaag, wat ze verbinding ze hebben met deze club. En dat is met terugwerkende kracht natuurlijk nog steeds doodzonde. Als je kijkt wat hier is neergezet aan stadion. Hoe leuk we het hier hebben gehad in de eerste en in de Eredivisie. En dat zijn heel veel mensen niet vergeten. En sommige mensen hunkeren daar misschien ook nog wel weer naar terug. En dan val je natuurlijk als eerste terug op oude helden, om zo te zeggen. In hun ogen zijn wij toch helden, ondanks dat we... De meest bekende wel, hè? De eerste die eigenlijk het hoogste podium hebben bereikt met z'n allen. Zeker, zeker. En we hebben iets moois neergezet, maar en voor de rest gaan we ook weer verder met ons leven, hè? Begrijp je even goed. Maar qua hobby en als mensen hier komen, dat zijn ze niet vergeten. En, dat is leuk om dan weer met z'n allen zo even te zijn. Is dit voor herhaling vatbaar? Niet elk jaar hoor. Nee, precies. Nee, dat zeg je heel goed. Weet je, het is leuk denk ik om misschien eens ook zo'n wedstrijd te spelen. En misschien ook wel zo'n wedstrijd te spelen waarbij je bijvoorbeeld twee oudere teams... Hè, want we hebben natuurlijk nog een team in de Eredivisie gehad die gepromoveerd is. En dat zijn best wel veel andere jongens. Heb je daar ook reacties op gehad? Want je doet hier natuurlijk mee. Maar er zijn natuurlijk inderdaad andere groepen die ook bijvoorbeeld in de Eredivisie of promoties hebben meegemaakt later nog. Nou, dat zou je aan de organisatie moeten vragen. Want ik ben uiteindelijk gastspeler vandaag omdat ik niet in dat elftal gespeeld heb. Maar kijk, ik kom heel veel jongens uit die tijd. Die zie ik ook in mijn eigen tijd. Hè, zo'n jongens als Sander Keller en Edwin de Graaf. Die kom ik gewoon nog tegen in mijn eigen privéleven. Dus die klik en die binding die hebben we nog steeds. Dus ik denk dat het helemaal niet zo moeite zou zijn om zo'nzelfde team hier ook neer te zetten. En dat zou je dan bijvoorbeeld met iets bijzonders kunnen doen op het eind van het seizoen of zo. Weet je. Alleen de mensen moeten wel komen. Weet je. Het moeten mensen ook leuk vinden om te komen. Kijk, nu zitten 1700 mensen en dan is het echt leuk voor iedereen. Maar je moet het niet doen voor 300 mensen. Weet je. Dan slaat het ze doel voorbij. Ga genieten deze avond nog. Ga ik zeker doen, dankjewel. Dankjewel. Thanks. Stoer en zo sportief en onze harten diep. Jullie zijn het helemaal. Wat was voor een avond, Jeffrey? Ook om weer terug te zijn. Ja, geweldig. Geweldig. En ik zei net, ja, ik heb hier uiteindelijk in meerdere periodes 6 jaar gewerkt. Ja, dit was natuurlijk het eerste jaar, was natuurlijk een geweldig jaar. Dus heel erg mooi om de spelers te zien. Maar ook wel weer de mensen buiten de club die nog steeds binnen de club zijn. Dus erg mooie avond. Heel blij dat ik gekomen ben. Hoe was het om iedereen na 23 jaar weer terug te zien? Want het kan natuurlijk dat je nog met een aantal contact hebt. Maar dat je zal ook met spelers geen contact hebben gehad in die 23 jaar. Dat klopt, met bijna de meeste. Uiteraard met de meeste. Maar heel erg gaaf om die jongens weer te zien. En vooral dat het zo compleet is. Damien dan niet en Copain niet. Maar voor de rest dat iedereen er is, dat vond ik echt heel bijzonder. Maar nogmaals ook de mensen, weet je, ja, Jan en Anneke gezien. Pierre van Oosterhout gezien. Ja, eigenlijk ook mooi om ook al die mensen weer te zien die hier ook al die jaren rondliepen, zeg maar. Ja, heel erg gaaf. Het is ook zo jammer dat de club uiteindelijk in 2011 failliet is gegaan. Daarom als je dit allemaal zo ziet. Ja, kijk, dat is voor mij natuurlijk een open deur intrappen, want ik was daar natuurlijk heel dichtbij. En sowieso een van de grootste teleurstellingen in mijn leven.
Maar soms moet het gewoon zijn zoals het is. En als ik kijk hoe de club nu leeft, ja, weet ik ook niet of wij dat in stand hadden kunnen houden. Dus moeilijk en om op terug te kijken en misschien ook beter van niet. Ik sprak net Gert en Oude, daar vroeg ik ook aan, is het voor herhaling vatbaar? Ja, maar niet ieder jaar. Hoe zie jij dat? Ja, ik zou ook niet elk jaar 5 jaar wachten, want ja, dan wordt het er niet beter op. Nee, maar dat is met alle reunies zo. Zeker zo compleet, dat vind ik wel een hele bijzondere. Het geeft ook wel de band aan, denk ik, die jullie met elkaar hadden om de Eredivisie te bereiken. Zoiets unieks. Ja, je wordt niet zomaar... ik heb een behoorlijk wat clubs gehad en ja, zoiets maak je niet heel snel mee. En ik blijf dat heel bijzonder vinden. Dat seizoen was ik speler van het jaar. Op de Luiten nog, dan hier komen. Dit is nog een club die me zo aan mijn hart ligt. En dan ga je, 12 jaar geleden moet je hier de deur dicht doen zelf als directeur. En dan mag je, ik had nooit verwacht dat ik hier nog terug zou komen. Dus ik ben echt heel erg blij. Ik heb ook wel nog even gedacht van ja. En toen heb ik echt gedacht, nou, dit is gewoon het jaar wat het was. Dus dan moet je het gewoon even doen. En heel blij dat ik het gedaan heb. Nou, dankjewel, ga genieten vanavond. Dankjewel. Mogen we nog wat vragen stellen? Ja, zeker. Ja, je zei dat je niet voor het score ging, maar hij zat er toch wel in, hè? Ja, nou ja, dat was goed voorgegeven van Marcel, die de show maakte weer. Dus ik vind het hartstikke knap dat zo'n RBC toch sportiviteit op kan brengen om onze oudjes een beetje ook ons best te laten doen. Als ze aanzetten, dan wordt het heel veel natuurlijk. Dat is een wedstrijd geworden. En ze hadden een mooi doelpunt, de eerste van Geert en Marcel Kassi in de tweede helft. We hebben nog best mooi doelpunt gescoord. Ja. Hoe genoten heb je met iedereen, met je voor elftal van 23 jaar geleden? Ja, het mooie is dat wat ik net in het begin zei, van, je hebt eigenlijk geen verwachtingen meer. Dus alles wat je doet, je moet je aanpassen. Soms speel je bal net voor iemand of gaat net te traag. Ja, je hebt moeite met je eigen motoriek natuurlijk. Maar in het algemeen ging het wel, denk ik. Het enige is hartstikke leuk, die gasten. Iedereen is blij. Dus ik heb geen spijt van dat ik gekomen ben. Ik sprak net Rob Pendy, die zei, dit is waarschijnlijk mijn laatste wedstrijd op veld. Trainen gaan we toch beter af. Hoe ligt dat voor jou? Nou, ik zei net tegen wie had ik het net over. Met Erik Helmons of zo, ik weet het niet had ik het over, maar het maakt niet uit. Ik zei, ja, als je elke week voetbalt, dan haak je weer het ritme. Maar wij voetballen nou 1 keer in een jaar of zo, en dan heb je totaal geen ritme. Maar ik vind het wel leuk om te voetballen. Alleen het is niet leuk dat je niet meer kan waar je vroeger komt. Dat is inherent aan het uit worden natuurlijk. Ja. Nee, maar goed dat ik trainer ben. Als dat was je vraag, hè? Ja, ik ga niet meer op het veld staan, nee. Ja, geniet vanavond. Ja, dankjewel. De grote kampioen, we roepen nog een keer, trek aan de bel. Dat is dan voor de club van Hans Verel. Ze zullen voor ons nooit verloren gaan. Hans RBC die staat... Wat voor avond was het, Mark? Ben je blij dat al je spelers nog heel zijn? Oh jawel, daar waren we niet bang voor. Maar het was een mooie avond voor de club. Dus ongeslagen status kwijt, hè? Dus dat is wat minder. Maar verder... Vanaf nu weer gaan bouwen, toch? Na overwinningen. Je wist dat de keerpuntverlies ging vallen? Ja, ik hoor de straftraining morgen. Dus het is leuk zo voor de club. En wij zijn allemaal fit gebleven. En dat is voor ons het belangrijkste. En het is een mooie avond, toch? Wat had je meegegeven aan je spelers vooraf? Ja, je geeft niet zoveel mee dat ze gewoon een leuke avond moeten maken en gewoon lekker gaan voetballen. En het belangrijkste is dat het leuk is. En ik denk dat ook gelukt is. Ja. Het werd uiteindelijk 9-8 voor het team van Millennium. Was dat van tevoren afgesproken of is daar naartoe opgewerkt gedurende de wedstrijd? Ja, soms loopt zoiets vanzelf, hè. En op een gegeven moment stonden ze met heel veel mensen in het veld en dat was voor ons net te veel, denk ik. Geert en Oude opende met een prachtige goal. Ik zag hem nog een aantal leuke dingen doen. Is dat nog een speler die op je lijst staat om bij te voegen als spits? We hebben morgen een gesprek. De bochten zijn bij heel ons leven. De bochten zijn bij van ons RBC. Fijne avond, Lieden. We zullen ons gehoor aan jullie geven. En allemaal doen wij met jullie mee. Oranje kleur. Ja, Jos Hemsen, een doek werd voor jou onthuld. Ik denk niet dat je dat wist, of wel? Nee. Wist ik morgen het? Hey. Nee, dat wist ik niet. Nee, absoluut niet. Hoe verrast was je? Wat zeg je? Hoe verrast was je? Ja, enorm verrast. En mijn maatje Pierre was ook enorm verrast. Ja, want we hadden iets, zo'n idee van... Ik was al 5 keer gevraagd van je komt toch, je komt toch. Dus ik wist wel dat er iets in de lucht hing.
Maar dit jaar, ja, ik vond het al geweldig dat ik eergelid was. Dus, maar ja, nou, voor eeuwig in het stadion. Zeg ik? Nou, voor eeuwig in het stadion. Ja. Kijk, en ik, dan herhaal ik weer wat ik altijd al gezegd heb. Ik vond het gewoon zo leuk om het te doen. En ik zeg net tegen Jos, we hebben verschrikkelijk veel moeilijke problemen gehad in het begin. Veel tegenslagen gehad. En uiteindelijk, als je dan ziet wat we nu presteren, vind ik geweldig. Is het dan allemaal waard geweest als je dit vanavond ziet? Absoluut, ja. We hebben met respect voor Nout, die geweldig geholpen heeft. Ik vind het de kronenpostwerk. Geweldig. Ja. De avond is nog niet klaar, hè? Nee, ik moet naar huis toe, want mijn vrouw die is wat aan het sukkelen. Maar ik vond het geweldig. Ja. Dankjewel in ieder geval. Goed. Ons gezang nog stopte. Voor de spelers uit de tippen van papier. Voor de spelers uit de tippen van papier. Bloemen alsjeblieft. Ja, bloemen. Nee, geen geld. Alleen maar bloemen en een glaasje bier. Dankjewel.